Hallo mensen, een rondje park staat vandaag weer. Op dit moment staan we op het Museumplein en er is een hoop te doen voor de kenneren. En ze noemen dat Gein op de Plein. We gaan eens even hier lekker kijken. Oké, mag ik even mijn schoenen aan doen? Of... Nee, hij klopt allemaal. We zitten naast Jolanda van de bibliotheek. Wat is hier voor om te doen? Nou, Gein op het Plein. Het is de derde editie van een speelontdekmiddag voor gezinnen. En dat organiseren we door eigenlijk alle instellingen, verenigingen in Veendam die ook maar iets met kinderen te doen hebben, uit te nodigen en zeggen: kom nou naar het Museumplein, neem een activiteit mee. En zo zetten we met, in dit geval, 14 instellingen, zetten we gewoon een hele leuke middag met elkaar neer. Volgens mij ook een drukke middag. Het is een hartstikke leuke, mooie, drukke middag. Perfect weer. Ja. Het is beter kan het niet. Dus ik ben heel blij. Ja. Ja. We gaan even verder kijken. Ja, en wat wel leuk is, we hebben dit jaar, want we hebben elk jaar een blikvanger. Ja. En dit jaar hebben we de Fietbus. Dus ik zou ook vooral even bij de Fietbus gaan kijken, want die komen speciaal uit Amsterdam. Zo, dan gaan we zeker dus, even kijken. Ik zou overal even kijken. Je kan lekker spiesjes eten, ijsjes kopen. Nou ja. Maar die ijsjes is niet goed voor Gerard, hoor. Kijk maar naar zijn buik. Ja, maar ik ga hem zo meteen nog wel halen. Kijk eens! Zo, jij kan heel veel woorden maken naar u. Naast mij staat Marjolein Nieman. Jij bent vandaag gekomen met deze bus. Helemaal uit Amsterdam, heb ik begrepen. Dat klopt. En waarom is deze bus zo uniek? Ik zal even vertellen waarom die bus bestaat. Ja? Eind 2016 zou Fiep Westerdorp 100 jaar geworden zijn. Nou ja, Fiep Westerdorp is de mevrouw die al deze figuurtjes heeft bedacht. En... dus met Annie M.G. Schmitte ook eens gaan samenwerken om de boeken te illustreren. Wat vinden de kinderen zelf aan? Wat vinden ze het meest leukste? Het is voor peuters en kleuters. Zij vinden het alleen al hartstikke leuk om zo'n gekke grote oude rode bus te zien. En het idee om in zo'n grote bus te zijn. En omdat wij hem helemaal hebben ingericht met alle figuurtjes van Fiep Westerdorp. Hè, een doolhofje, spelletjes, kleurplaten. Ja, dit is gewoon een feestelijk gebeuren. Kinderen die worden er vrolijk van. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat het doet met kindjes. Hallo Joyce. Hallo. Waar ben je van? Van Kindercentrum Hooipieperlooi. En waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier omdat het vandaag veel activiteiten op het plein zijn en dat heet Gein op het Plein. We zijn hier met verschillende instellingen en instanties vanuit Veendam om allerlei leuke activiteiten voor de kinderen aan te bieden. En wat organiseren jullie voor de kindertjes? Wij organiseren een kleurwedstrijd waarbij ze een leuk vlaggetje kunnen kleuren en daarmee een fantastische prijs kunnen winnen. We hebben een kikkerparcours, je kan springen zoals haas, koprollen, eigenlijk van alles. We hebben een voorleeshoekje, daar kan je, dat wordt met handpoppen wordt het verhaal van kikken uitgebeeld. En wat vinden de kinderen ervan? Ik denk wel leuk, aangezien het heel druk is. Oké. En wat voor wezen heb je naast je staan? Dit is kikker. Kikker? Dit is de kikker. Hallo kikker. Hallo. En hoe bevalt dat? Ja, heerlijk. Kikker? Ja, het is een fantastische dag hier in Veendam, hè? Ja, daar geniet kikker wel van, al die blije kinderen. En de kinderen lopen niet voor je weg? Nee, absoluut niet. Nee, ze komen allemaal bij me. Ik heb ook lekkers, dus ik paai ze ook. Jij kookt ze om? Ik heb echt kikkerrozijntjes. Oké. Ja. We staan nu in de Pabo's Store, die vanmorgen is geopend door onze wethouder. En hoe is de dag gegaan?
Hartstikke goed. We zijn nu bezig met de laatste spulletjes te verkopen. En dan is alles weg. En het is nu net 3 uur geweest. Ja. Dus, hoe is het jullie ervaring geweest om een dag een winkel te hebben? Ja, top. Het is nu de derde keer dat we dit doen. En elk jaar is het weer succes. Heel leerzaam ook. En je hebt natuurlijk iedere keer te maken met nieuwe leerlingen. Hè? Ja. Dus, dat je ieder jaar een schoolwissel hebt, hè? Een klaswissel hebt. Klopt. En hoe zwaar is om dit op te bouwen eigenlijk, om dat te organiseren? Het wordt steeds makkelijker. We hebben natuurlijk al de ervaring inmiddels en de contacten, dus het gaat allemaal wat soepeler en wat sneller. En voor jou dit eerste jaar dat je meedoet, of heb je vorig jaar ook meegenomen? Dit is mijn derde jaar. Ik ben een van de docenten die het organiseert. Dat zeggen we nou maar. Oké, mensen, we zijn even op de hockeyvelds en naast me staat Dirk-Jan Brouwer. En u bent voorzitter of zo? Van de activiteitencommissie. En vandaag 24 uur hockey? Ja, non-stop, marathon 24 uur lang. En wat is de reden voor dat jullie dit organiseren? Ja, gewoon een gedachte van we kunnen iets leuks organiseren, ook voor Veendam. 24 uur balletje laten rollen. En dat was eigenlijk de uitdaging. Okay. Naast me hebben we staan Armin Hietbrink. En jij hebt als functie voorzitter van. Ik ben wel voorzitter, ja. Dus, hoeveel leden heeft eigenlijk de hockeyvereniging eigenlijk? Wij zitten nu rond de 350 leden zitten wij. 350 leden. Ja, van jong tot heel oud. En dat is heel oud, want dat is wel interessant natuurlijk. Nou, 60, 65. Mensen van 65 jaar, ja? Nog steeds hockey. Ja? Om heel eerlijk te zijn, ik vraag me soms af, waarom is hockey leuk? Kun je me dat vertellen? Waarom is hockey leuk? Ja, ik vind het een hele mooie vraag die je daarover stelt. Waarom is hockey leuk? Ik zeg altijd, kijk eens op de velden. Wat gebeurt daar? Je ziet mensen met een stick lopen. Daar heb je met techniek te maken. Je hebt met een teamsport te maken. Ja, dat zijn eigenlijk de variaties die het hockey zo ongelooflijk leuk maakt. Ja. En dan nog bij een leuke club als Dering. Nou ja, dat is de reden waarom mensen hier naartoe komen. Ja. Tot morgenmiddag 12 uur. Ja. En wat kunnen mensen morgen nog verwachten? Iso's? Nou, wat ze kunnen verwachten, we hebben nog meer optredens. We hebben springkussen staan. Morgen komt een Volvo Speed kanon. Dat betekent inderdaad dat je met een hockeybal kunt kijken hoe hard je kunt slaan. Ja, en dat soort activiteiten is allemaal. We hebben een rouwmarkt hebben. We hebben een zeskamp hebben voor de kleine kinderen. Springkussen hebben we staan. Ja, al volop vertieren. Tot 12 uur. Tot 12 uur. En u blijft tot 12 uur actief of ga je dan een paar uurtjes slapen? Ja, ik denk dat ik ergens een keer ertussen uit ga. Okay. Ik weet nog niet welk moment, maar het gaat wel gebeuren inderdaad. Ja. En voor jou geldt dat de hele dag door? Of, Nou, het wordt wel van mij gevraagd om 24 uur aanwezig te zijn. Ja. En dat doe je zo even? Ja, dat doen we zo eventjes. Oké. Okay. Geen enkel probleem. Jongens, je wordt bedankt. Ja, jij ook. Dit was weer een rondje Parkstad, Veendam. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Maar we hebben een vraag aan jou. Wij zoeken nog vrijwilligers die met ons nieuws willen maken op een breed gebied. Mocht je zin hebben om mee te doen, stuur dan een mailtje naar dit e-mailadres. En wie weet, spreek we elkaar snel.